praten. Dit is het FIFA 18 FUT Birthday Team. Vandaag koop ik de beste spelers van toen en gebruik ik ze op FIFA 22. Kijk eens, wiens kopie daar linksonder op het schermpje staat. Nuno Mendes, first owner. Hij kwam uit een pack van de eerste dagelijkse SBC. Dit wordt mijn linksback voor de komende weken in mijn main team. Maar het gaat vandaag niet over het heden, maar een beetje voornamelijk over het verleden. FIFA 18. Destijds was er geen keeper. En zoals je ziet, dat promoteam had voornamelijk veel aanvallers. Want 3-1-4-2. Het is de eerste keer dat ik die opstelling gebruik. Mijn doelman is een Braziliaan van Lazio, of Latium in FIFA. Felipe Anderson headliners. 1,75 meter. Dit gaat niet werken. Ik weet het. Ik moest een speler pakken van toen. En hij is eigenlijk helemaal niet groot of zo. Maar hij zat in mijn club. Goede buitenspeler. Maar of hij ook een balletje tegen kan houden? Nou, waarschijnlijk niet. Ja, deze Anderson was voornamelijk een cheap beast, denk ik. Hij had 75 positioning, 76 finishing. Dat is niet heel best. Dan zou je denken dat ik nu wel een speler op zijn juiste positie ga zetten. Het antwoord is nee. Ik ga namelijk een rechtsback op centerback spelen. Ik ben geen rat, maar het moet even gewoon voor nu. Namelijk, waar is die? Oh, het is een RVV zelfs. Azpilicueta van Chelsea. De captain die afgelopen jaar de Champions League trofee omhoog mocht houden. Eigenlijk gewoon de droom van iedere jongen of meisje misschien. 53,5k. Goede voorzet, dribbel, maar de reactions zijn goed en hij heeft een beetje stamina. Als ik hier naar kijk, ja, ik word hier niet zo warm van met die 83 acceleration. Eigenlijk is dit wel best vergelijkbaar met welke kaart ik je net heb laten zien in FIFA 22. We pakken in vorm Jordi Alba. En mocht je al mijn video's bekijken, dan weet je dat ik laatst zijn rode kaart kreeg. Maar die heb ik ingeleverd, waardoor ik nu weer 40k kon aftikken. Jordi Alba in FIFA 18 was een linksbuiten. Als ik deze kaart destijds zou hebben gepakt, zou ik hem waarschijnlijk eerder als linksback spelen dan als linksbuiten. Ik ga met Alaba daadwerkelijk een speler op zijn echte positie spelen. Een centerback op centerback. Team of the Year, honorable mentions. Het is een prima kaart. Is die meta? Nee, hij is geen meta. Hij is gewoon net de categorie onder de meta. Hij is bruikbaar. Allround, goed. Alleen de strength en aggression, allebei 70. Dat is wat minder, maar hij zal niet per se goed koop zijn geweest. Nou, hij ligt toch nog iets lager dan ik had gedacht. We komen uit bij het middenveld. Een speler die toen een SBC was. Hij is gestopt inmiddels alweer een paar jaar. Bastian Schweinsteiger. 3-ster. En hij kan niet lopen. Dat weet ik. Maar verder, vrij veel groen. Hij won het WK in 2014. En daar is volgens mij deze versie ook op gebaseerd. Dus lachen. Met 65 pace, 3-ster en bij Chicago Fire in Amerika zal hij niet heel veel hebben gekost. En deze kaart lijkt wel een beetje op die icon die ik nu heb. Bij de rechtsmiddens staat 74 rated. Zilveren flashback Marco Reus. De paas en dribbel gaan er net mee door. Maar van een zilveren kaart moet je ook niet te veel gaan verwachten. 90 rated center forward in FIFA 18. Als ik een kaart als deze zie, dan krijg ik eigenlijk spontaan zin om weer FIFA 18 te gaan spelen. Hij was 600k plus in die eerste weken. De centraal aanvallende middenvelder van Paris Saint-Germain, Julian Draxler. 4-6 skills, 5-star weak foot. En dit lijkt me voornamelijk een vrij chille center mid. De linkjes naar andere PSG-spelers, zoals bijvoorbeeld Nuno Mendes. Ah, die komen niet verkeerd uit. 77 acceleration, 80 finishing, 77 balance, 74 stamina. Ik heb niet het gevoel dat dit een hele goede kaart was destijds. Hij kostte maar 40k. Eigenlijk is hij nooit echt heel erg goed uit de verf gekomen in Parijs, toch? De linksmidden in het elftal gaat Alaba volle teamgeest geven. Dus denk even na. Weet jij al wie het is? 3, 2, 1. Het is Eden Hazard. Eigenlijk is het nog steeds wel een vrij aardige kaart. Hoog normaal. 4-ster. Pace heeft hij. Schot is goed. Paas is goed. Ik ga niet liegen. Als ik deze kaart zie, krijg je kippenvel. Wauw. 92 credit. 93 pace. 95 dribbel. Bij Chelsea. Hij was zo goed. Jarenlang misschien wel de beste speler in de hele Engelse competitie. Net als Royce was ook deze kaart ongeveer 600.000 munten. Een flink prijskaartje, want toen kon je ook minder makkelijk aan coins komen dan nu. De rechtsmidden is flashback Riyad Mahrez. Uiteraard 5-ster skill moves, maar deze kaart is
al best een tijdje uit. Waardoor zijn stats niet meer heel indrukwekkend lijken. Als je ze vergelijkt met spelers die bijvoorbeeld in de huidige FUT Birthday promo zitten. Deze kaart is de eerste waarvan ik me nog kan herinneren dat ik hem daadwerkelijk in mijn Weekend League team had staan. Mares doorgebroken bij Leicester. Net als Kante en Vardy en Danny Drinkwater. Die trouwens uiteindelijk iets minder goed bleek te zijn dan dat ene seizoen. Twee spitsen resteren. We gaan als eerste een Portugees toevoegen. Het is Cristiano Ronaldo CR7 met zijn celebration. Het hele stadion schreeuwt suuu als hij scoort. Voor zover ik weet is het de eerste keer dat ik Ronaldo dit jaar in een video ga gebruiken. Is hij de GOAT? Laat me weten in de reacties. Een rechtsbuiten was FUT Birthday Ronaldo. En volgens mij speelde hij heel vroeger ook aan de rechterkant. Voordat hij naar links ging en zijn prime echt kon beginnen. Hij heeft gewoon meer goals voor Real dan wedstrijden. Besef je hoe bizar dat is? 95 stamina. Ook wel heel veel in vergelijking met de 77 wat hij nu heeft. Dan de laatste speler is ook zeker niet de minste. Hij was, net als Schweinsteiger, een SBC. En is nu een icon. Volksheld in Nederland. De all-time topscorer van Oranje. Vliegende Hollander Robin van Persie. 5-1 gewonnen van Spanje. En na zijn kopbal begon het feest. Hij scoorde nog een goal. Robin twee keer. Maar waar waren we? De oud-Feyenoorder heeft hele goede shooting stats. Mijn shirt de Aston Villa. Daar scoorde hij een hat-trick tegen in de kampioenswedstrijd van United. 2013. Een van die goals was op aangeven van Rooney. Echt een banger. En toen speelde Ron Vlaar nog bij Aston Villa. Deze SBC kan nooit duur zijn geweest. Want een 3-ster weakfoot. Dramatische pace voor een spits met 76 sprint speed. 70 stamina. Ook dat nog. En daarmee is het hele team gevuld. We hebben twee icons. En achterin, ja, is de spoeling wat dunner. Ik heb post-its in een zwarte pet. Hierin zitten dus die challenges. Ik ga 3 post-its pakken. Ik moet blijven spelen totdat de challenge voltooid is. Nou, we gaan beginnen met de ogen dicht. Challenge nummer 1 wordt score een lopje met Van Persie, als je dat kan lezen. Nou moet ik zeggen dat er zeker moeilijkere challenges in de pet zitten. Challenge nummer 2. Geef een steekbal assist met Hazard. In principe ook dat zou te doen moeten zijn. De laatste challenge is score een longshot met Schweinsteiger. Nou heeft hij wel een kanonskogel in de benen, maar longshots, is moeilijk in deze FIFA. Ladies and gentlemen, it's match day. Hazard, steekbal van Persie. Ja, na 2, of tenminste binnen 2 minuten, klaar. Deze groene gooien we weg. Draxler naar zijn landgenoot. Bastian Schweinsteiger. Basti, fantastisch. Schweinsteiger, nog steeds. Longshot. Boom. Oh, en alsnog. Ja, het is gewoon 2-0. Oh, jezus. Een rebound met Henry. Ja, Jordi Alba. De Rus zelf. En oh, Royce, that's class. Van Persie. Hij flikt het. Wat een slow motion lopje leek dit wel. Ook post-it. Nummer 2. Score een lopje. Kan er vandoor. We hebben alleen nog de longshot met Schweinsteiger over. Spike. Ja, Philippe Andersson. Prima redding. Henry. Scoort zijn tweede. Draxler. Schweinsteiger. Oh, bijna. Ronaldo naar Van Persie. En Tepinaldo met de 4-2. Ja, dit zijn geen mooie goals. Maar, oh, hij is nog lenig ook op die leeftijd. Schweinsteiger begint aan een dribbel. Kante het bos ingestuurd. Daar gaat hij, de Duitser. Niet de snelste, maar wel een goede longshot. Oh ja, Donnarumma. 4-3. Op slag van rust. 4-4. Neymar. Oké. Nee, ja, maat. Wat? Laatste kans, Schweinsteiger. Oh, dat meen je niet. Dat meen je echt niet. In de blessuretijd raakt hij het houtwerk. Schweinsteiger? Ik was net aan het nadenken over, zal ik misschien gewoon een giftcard weggeven en ermee kappen? Maar een echte soldaat, die stopt nooit. Deze post-it, dan klik hier voor hetzelfde concept, maar dan met de FIFA 19 Future Stars. Dankjewel en tot de volgende. Houdoe, hè.